Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Deze video is serieus iets helemaal anders, want er is net iets gebeurd en ik dacht van well, ik ga hier gewoon gelijk een video over maken. Heel veel mensen gaan zeggen dat ik dit aan het faken ben, omdat dit iets is die heel veel wordt door YouTubers op deze manier. Ik zwaar. En ik heb nog nooit echt op YouTube. Op de kop van iedereen, van mijn ouders, van alles. Dat dit niet fake is. Dit is geen fake video. En in deze video wil ik eigenlijk een soort van. Jullie waarschuwen voor uh, het internet eigenlijk. Wat je echt niet kan doen op het internet omdat het niet mag. En ik ben ook een redelijk grote folk begaan. Dus dit is niet fake. Ik kan jullie niet tonen dat het niet fake is. Want het tonen kan ik niet. Ik heb het hier. Ik heb het nu vast in mijn hand. Maar ik mag het niet tonen omdat ik mezelf dan volledig kan doodmaken. En dan kan alles geblokkeerd worden wat ik doe. Dan heb ik het over mijn firma en zo. kan allemaal gewoon. Neergehaald worden als ik dit niet juist aanneem. Voor de mensen die echt heel goed mijn kanaal volgen, jullie hebben waarschijnlijk gezien dat ik de laatste tijd heel veel dingen uit video's heb geblurred. Dat ik een paar video's heb verwijderd. Tijdens iets zei ik normaal nooit zo doen. Normaal zou ik nooit een video verwijderen of dingen blurren in een video of allemaal dingen wegdoen. Maar het is allemaal opgebouwd naar iets wat vanmorgen is gebeurd. Dus morgen belde de postbode aan en ik ging naar beneden. Ik dacht dat ik een pakketje had gekregen of zo, maar het was geen pakketje. De postbode zei dat hij een aangetekende brief had voor mij. Voor de mensen die niet weten wat een aangetekende brief is: een aangetekende brief is iets wat je opstuurt naar iemand en dan moet je tekenen bij de postbode als je die in ontvangst neemt. En vanaf dat je die in ontvangst neemt, dan Bevestig jij dat je die brief hebt gekregen en bevestig je ook dat je die gaat lezen? Je kan de aangetek de brief weigeren en dan krijg ik die niet. Maar je weet natuurlijk nooit waar in die aangetekende de brief staat zonder dat hij hem opent. Dus ik had getekend dat ik open die brief. En ik kan de brief niet tonen, maar ik kan hem wel voorlezen aan jullie. En ik denk dat jullie uit de context van deze brief en op de manier hoe het geschreven is ook al gaan kunnen concluderen dat ik dit niet gefaked heb. Dit is niet hoe ik schrijf. Ik heb geen fucking diploma. Ik zou dit nooit kunnen samenstellen. De mensen die nog niet volledig mee zijn over welk onderwerp het zou gaan, het gaat over de Zegbies. Ik wist ondertussen al daar een soort waar rechtszaak aan de hang was, tussen de slachtoffers en de meisjes zelf. Maar ik wist niet dat ik erbij betrokken ging worden. Oké, okay, laten we beginnen. Dit is dus een uh, brief van een, ja, advocatenkantoor, denk ik. mag de naam zo niet zeggen, ik mag ook niet zeggen over wie deze brief gaat en zo, dus dat hier allemaal in, maar dat kan ik niet zeggen aan jullie. Het gaat gewoon puur om de inhoud. Ik word beschuldigd van smaad en eerroof. Eerroof is iemand kwaadwillig iets verwijten dat de eer van die persoon aantast of hem blootstelt aan publieke verachting zonder het te kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld, men verwijt iemand een diefstal te hebben gepleegd, maar het wettelijke bewijs daarvan is niet meer te leveren omdat de zaak verjaard is. Dat bedoelen ze dan maar eer of dat ik iemand zou beschuldigen van iets te doen zonder dat ik daar concrete bewijzen van heb. 2. dat is laster of smaad. Iemand kwaadwillig iets verwijten dat de eer van die persoon aantast en hem blootstelt aan publieke verachting. Smaad is de aantasting van de eer. Goede naam of het aanzien van iemand anders. In het verleden ben ik hier al eens mee geconfronteerd. En jullie gaan nu waarschijnlijk lachen, want dat was met Kingalert. Kingalert dreigde er op een bepaald moment mee om mij ook aan te klagen voor smaad, eerroof en laster. Omdat ik zo zogezegd zijn eer aan het beroven was op YouTube doordat ik hem terugpakte op wat hij gezegd had over mij. Kut, zo je aan alle tumors van YouTube wat besproken met jullie. Zoals je kon horen, zet hij mij neer, nog eventjes, toch in de sneer. En dan gaan we weer. Ik heb hem aangepakt over het woord kanker. Hij zet mij neer als de een tumor, de tumor van YouTube als een ik ben kanker. Is allemaal niet doorgegaan gelukkig, want dat was echt zielig. Maar dit snap ik in enige zin wel. Oké, okay, laten we beginnen. Geachte heer, ik ben de raadsman van de minderjarige Persoon in kwestie. Behartig dan ook de belangen. Wat u doet via uw YouTube, Facebook en sociale media kanalen is compleet ontoelaatbaar. U probeert mijn cliënten, mijn nog min, nog meer publiekelijk aan de schandpaal te nagelen, oftewel nog meer bewust kwaadwillig verdacht te maken. U moet met deze verderfelijke publiciteit naar de buitenwereld toe onmiddellijk stoppen. De berichten, foto's en of video's onmiddellijk verwijderen van al uw accounts. Dat Heb ik dus gedaan. Alles wat te maken heeft met deze situatie, heb ik verwijderd. Ook al staan er nog. Paar video's online. Dat waren video's waarin ik persoonlijk eigenlijk niks verkeerd heb gezegd. En gewoon de titel de zijbies heb genomen. Andere video's heb ik offline gehaald. Mensen die ik beschuldigde heb ik volledig uit die video gehaald. Kutte is dat ik niet precies weet over wat dit gaat. Maar er is nog een stuk. In zover ik hiervan geen bevestiging zie binnen de 24 uur na deze zal ik tegen u een strafklacht deponeren. Waarbij u dan wellicht zal worden vervolgd door toedoen van het parquet. Dus hier zagen ze dan echt dat ik aangeklacht ga worden, dat de politie het over gaat nemen, en dat ik waarschijnlijk naar de rechtbank ga moeten gaan voor smaad, laster en eierhoofd. Dat is het allemaal niet waard, en ten tweede, dit was ook helemaal niet de intentie van alles wat ik heb gedaan. Alles wat ik op internet heb gezet, alles wat ik online heb gegooid van de zichtbies, heb ik niet zelf... Ergens uitgehaald. Ik heb ook maar online gezet op YouTube. Wat Nieuws Zo online heeft gezet. Het enige waar ik in de fout ben gegaan. Is dat ik fucking namen heb vrijgegeven. En dat ik een beetje heb gelachen met de mensen. En dat ik de mensen een beetje. Die ik dacht dat ze dat hadden gedaan. En hier zeg ik niet dat ik niet denk dat zij het niet hebben gedaan. Ik heb een gewoon naar voren gebracht. En de advocaat zegt dat ik geen bewijs heb om dat te zeggen. Dus dat ik dat eigenlijk niet mag doen. Omdat ik dan iemand vals beschuldig. En dat is zo. Want deze advocaat gaat ook niet zeggen dat het wel zo is, snap je? Dat, dat is niet de bedoeling, maar oké. Okay. Ik kan slechts hopen dat u mits onderhavig schrijven welk een ultieme sommatie inhoudt ten uw aanzien. Tot betere inzichten komt en het niet zo ver laat komen. Hier bedoelt hij dus dat ik beter alles verwijder, alle berichten, alle foto's die ik online heb gezet. Want hij zegt zelf ook dat het echt niet waard is om hier vanuit de rechtbank te gaan en dat ik echt... Ja, mijn mama zei het daarnet ook. Het gaat hier niet om boetes van 1000 euro. Gaan. Het kan echt over veel meer dingen gaan. Het kan zorgen dat heel mijn firma gesloten wordt. Dat heel mijn eenmanszak gesloten wordt. Dat alles waarvoor ik zo hard heb gewerkt de laatste maanden. Om alles soort van... Ach, tot mijn job te maken. Dat alles nu gewoon kapot gemaakt kan worden. Dat al mijn geld weg kan zijn. En dat ik boetes ga moeten betalen. U zal de ernst van onderhavig schrijven willen weerhouden. Gezien de korte termijn welke ik u laat. Zal u mij best ook per mijl. Liefst per kerende. Uw intenties willen bevestigen. Liefst onmiddellijk gevolg aan mijn verzoek. Toen ik deze brief daarnet gekregen heb, heb ik ook gewoon direct naar mijn mama gebouwd. Mijn mama is gelijk naar huis gekomen. heeft Hij is goed bekeken. heeft alles eens gekeken. heeft ook gebouwd met een vriend van haar die advocaat is. En ik heb ook een mail teruggestuurd naar die meneer dan op dat moment. Nu gaan jullie het verschil zien. Hoe deze brief geschreven is. Er staan hier super woorden in die ik niet begrijp. En dan heb ik geantwoord op mijn eigen manier. Ook wel redelijk formeel. Geachte. En ja. gevolgen. U aangetekend schrijven van 22 november 2017. Betreffende. Persoon in kwestie. Laat ik u hierbij weten dat ik alle foto's, video's en berichten waarin wordt vermeld nu onmiddellijk verwijderd heb. Hoogachtend, Nathan van der Gunst Waarom maak ik deze video? Vorig jaar toen King Alert zei dat hij mij ging aanklagen Voor smaad en laster, dacht ik echt van What the fuck, we zijn YouTubers, waar de fuck Zou je dit doen bij mij, Wat de fuck Maar doordat ik een beetje dingen heb opgezocht, snap ik nu ook Wat ik verkeerd heb gedaan in deze situatie Dat is iets wat heel veel YouTubers doen, maar eigenlijk Niet weten wat hij mag, omdat ze er nooit worden Op aangesproken, omdat het fucked up is Als je iemand ten laste legt van iets in een video Bijvoorbeeld, je exposed Iemand met iets, maar je hebt daar niet echt bewijzen van En je maakt gewoon een exposed video, waardoor die Persoon helemaal de grond tegen getrokken wordt. Ik zag maar iets. Enzo Knol, zo Knol zou stuk TV van beschuldigen dat ze raam hebben ingegooid bij hem, maar er zijn daar geen bewijzen van. En dan maakt Anzo Knol een hele video waarin hij zegt dat zij dat hebben gedaan, maar heeft daar geen bewijzen van. Dat is laster. Dat is smart, dat is eerroof. dan maak je stuk TV belachelijk en zijn er geen bewijzen en dan komt er een rechtszaak. Op YouTube wordt dit fucking veel gedaan. Daarom dat bijna elke ruzie op YouTube fake is, want als het niet fake zou zijn, dan, dan kan de partij die geneukt wordt eigenlijk altijd gewoon een rechtszaak beginnen, want er zijn geen bewijzen meestal. En zo ben ik dus geneukt hierdoor, omdat ik daar eigenlijk zelf ook wel wist, maar in mijn ogen wist iedereen dat dat gebeurd was. In mijn ogen was ik niet de persoon die naar buiten kwam met de naam en zei: van dit zijn de mensen die het hebben gedaan. Uh, nu heet iedereen het. Dat had het nieuws ook al gedaan. Het nieuws is evenveel fout als mij, maar gewoon omdat zij het op een iets formellere. Uh, uh, wat de fuck. Omdat zij het op een iets formellere manier hebben aangepakt. Worden zij er niet van beschuldigd ofzo. Ik snap het ook niet zo goed. Alles wat ik naar buiten heb gebracht, heb ik ook van nieuwsites gehaald. Dus ik vind het een beetje raar. Maar oké, okay, ik heb ook geen zin in rechtzakken. Ik heb geen zin om alles te verliezen waarvoor ik heb gewerkt. Dus ik heb alles ook gewoon Offline gehaald. Enige kutte nu is. Dat ik niet weet. Wat er nu gaat gebeuren. Ik heb nog geen antwoord gekregen van hun. Ik weet niet. Of ik alles heb verwijderd. waar ik wacht moest doen. Ik weet niet. Waar je precies bedoelde. waar ik moest wegdoen. doen. Dat hebben ze allemaal niet echt concreet aangegeven. Ik weet niet precies. Over wat dit gaat. Ik weet niet over welke dingen dit gaat doen. Ik heb redelijk veel dingen online gezet. Dus het zou kunnen. Dat ik binnenkort. Al mijn filmpjes die ik heb gemaakt. Over de zegbies. Gaan moeten verwijderen. Maar dat denk ik niet. Want het gaat over. Ja. Snap je? Er is. Uh... Ja, dit is de eerste keer dat ik zo echt iets serieus krijg. De eerste keer dat ik gewoon echt een soort van probleem krijg met mijn YouTube-channel. Daarom zag deze guy ook... Gezien de korte termijn welke ik u laat... Omdat ik binnen de 24 uur alles offline moet halen... Dat ik ook een mail naar hem moest sturen... En dat ik beter alles gewoon offline ga halen... Omdat hij zelf zag dat het, het niet waard is... Dat ik het zo makkelijk gewoon kan vermijden door alles offline te halen... En ik vind dat ook jammer. Ik heb veel werk in die filmpjes gestoken... En er zat een beetje satire in, en het was een beetje grappig. Maar dat boeit hen allemaal niet. Bij hen boeit het niet op welke manier ik dat wou overbrengen... En de rechtszak boeide het niet als ik dat wou laten overkomen als een grapje. Dat zit in mijn hoofd. Hoe jullie dat opvangen is op een volledig andere manier en dat is het kut aan YouTube. Ik zou constant hier onderaan moeten zetten dit is een grapje om dan een video te maken want er gaan altijd mensen mijn video opnemen op een andere manier. Sommige mensen gaan denken van wat the fuck, je bent er volledig grond in aan het boren. Wat ik niet aan het doen was, ik was er gewoon een beetje mee aan het lachen. Zoiets kan je niet zeggen in de rechtbank. Dus stel ik zou naar de rechtbank moeten gaan en ik zag daar gewoon, ja die filmpjes waren grapjes. Dan gaan ze mij ook gewoon uitlachen in mijn gezegd en dan mag je nog altijd dikke boetes betalen. Dus, uh, pas op met dingen die je maakt op YouTube. Ik weet het, ik ben een beetje de. de enfant terrible van YouTube. Maar dit is wel kut. En hoe gangster dat ik me ook kan gedragen hiertegen, kan ik niks doen. Ik wil geen juridische stappen ondernemen. omdat ik een beetje grappige video's heb gemaakt over een groep meisjes. En ik upload deze video in eerste instantie eigenlijk gewoon. dat jullie weten dat ik die filmpjes niet offline heb gehaald. omdat ik in elkaar geslamd ben door hun of dat ik bedreigd ben door iemand of zo. Nee, ik zag het gewoon op deze manier. omdat het op deze manier is. En dat wil ik even meedelen. En ik weet, als ik dat niet had meegedeeld, daar mensen gingen zeggen. Yo, what the fuck, waarom heb je al je video's verwijderd? Ja, daarom dus. Ik wil niet in problemen komen. Ik ben niet bedreigd. Er is niks gebeurd. Ik heb geen contact gehad. Maar er is het enige van het contact die ik gekregen heb. En dan is het kut dat het op deze manier is. Als je een aangetekende zending krijgt, 9 van de 10 keer is het iets slecht. En die 1 op 10 keer is het ook iets slecht. Maar is het waarschijnlijk gewoon verkeerd verzonden. Een aangetekende brief is nooit chill. Ik hoop dat alles goed komt. Ik hoop dat ik geen gevangenisvlogs ga moeten maken in de komende maanden. Want dat zou fucked op zijn. Ik heb het een beetje aan het belachelijke getrokken. Maar ik heb gewoon de grappige versie gemaakt van wat nieuws niet gedaan heeft. En daar ben ik waarschijnlijk een fout gegaan. Deze mensen begrepen waarschijnlijk niet dat ik het niet serieus bedoelde. En dat ik het niet als expose wou laten overkomen aan de wereld. Dat het niet mijn bedoeling was om te tonen: van kijk, zij hebben het gedaan. Zij verdienen klappen. Nee, dat, dat was niet de bedoeling. Dus dames en heren, doordat ik deze video vandaag heb geüpload, heeft de video van Ties een beetje vertraging. Want ik vond dat dit wel duizend keer belangrijker was. En dan zijn er waarschijnlijk mensen die nu denken, kan Tiers jou dan ook aanklagen daarvoor? Ja, eigenlijk wel. Maar als hij dat doet, dan. Ik denk dat dit ook de eerste keer is dat dit voorkomt. En YouTube Benelux. Niet gefaked. Niet dat ik een brief van de bedreiger heb gekregen of zo. Of dat ik een brief heb gekregen dat Mandy gevonden is. Nee, dit is uh, toch wel. Dus ik hoop dat ik snel antwoord krijg van deze advocaat. En uh, dan weet ik of ik alles goed heb gedaan. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Het was niet zo grappig. Deze video was eigenlijk echt alles behalve grappig. Het was gewoon even een mededeling die moest gebeuren. En ik wist dat er anders allemaal mensen, allemaal rare theorieën gingen verzinnen. waarom ik die videos wel had gedaan. Tot de volgende keer. Morgen een nieuwe video. Ik ben Isit. I love you. Tot de volgende keer, bye. Vergeet niet op een andere video te klikken. En subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. dan uh, de sokken komen eraan en al de andere merchandise komt er ook aan. Dus be ready for that, boys. Snap je, daarom moet ik ook oppassen. De merch komt, dus ik zou niet willen dat het allemaal verneukt wordt door dit. Peace out. Dat was echt gay.